Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen opgenomen op dinsdagmiddag 16 oktober. Het is weer een prachtige dag in Nederland. De zon die schijnt volop. Er zijn hier en daar wel wat wolkenvelden. Dat zijn met name hogere wolkenvelden waar de zon over het algemeen niet veel moeite mee heeft. En in het zuidoosten en zuiden van het land is het alweer op veel plaatsen 25 graden geworden. Nou, dat zonnige weer dat houden we vanmiddag. Vanavond zijn er opklaringen en ook hoge wolkenvelden. De temperatuur ligt tussen de 18 en 19 graden als de zon ondergaat. En er staat niet veel wind. Het is een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Ook vannacht rustig weer, wel een toename van de hogere bewolking. De temperatuur die daalt naar zo'n 11 graden en de wind die blijft zwak tot matig. En dan zien we morgen toch wel een wat meer bewolkt weerbeeld. Dat betekent ook dat de temperaturen wat minder hoog gaan oplopen. Maar nog steeds wordt het op veel plaatsen warmer dan 20 graden. 19 tot 22 graden worden de maxima. De wind die draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft zwak tot matig. Er is weliswaar meer bewolking en wat minder zon, maar het blijft wel overal droog. En dat geldt ook voor de dagen erna. Donderdag, vrijdag en zaterdag, dat zijn allemaal dagen waarop het droog blijft. We zien een afwisseling van wolkenvelden en zon. De ene keer heeft de zon de overhand, de andere keer is er wat meer bewolking. De temperatuur die daalt geleidelijk aan wel iets. Zaterdag is het zo'n 15 tot 17 graden. En als we dan nog eventjes verder kijken, dan zien we dat volgende week de temperatuur toch geleidelijk aan wel wat gaat dalen. De maxima liggen dan over het algemeen rond de 15 graden gemiddeld in Nederland. Ook wordt het iets wisselvalliger. Langzaam maar zeker neemt de kans op wat neerslag toe. Maar het zijn zeker nog geen grote hoeveelheden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.